Dat is ons bootje daar op de hoek. Ja. Another one, just like it. Oh my Instagram! Hij is helemaal uit dat ding gedeeld, hè? Uit de prullenbak. Kijk, hij is helemaal open gebeten. Oh, well, goedemorgen. Mijn neef en ik zitten lekker te lullen. We kijken. Echt niet goed. Kijk dan. Al die mieren, die hebben gewoon die zak open gebeten. Die bijten dat gewoon open voor een kolonie en die zitten allemaal op te vreten. Kijk, er waren allemaal vleesresten van barbecue gisteren. Dus allemaal stukken bot en kraakbeen. Tantoe vies, ouwe. Maar die beest zit gewoon allemaal open bijten, dat is gewoon dicht, hè. Zo, goedemorgen iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik zit lekker mijn vlog hier te editen. De meesten zijn nog niet wakker, alleen mijn neef en ik. En ja, we hebben een bootje gehuurd straks, dus we gaan lekker het water op. En dan gaan we lekker chillen, lekker zuipen op de boot. Dus ik ben nu mijn vlog aan het inwerken. Achter mij zie je de huisbaas lopen. Die is niet zo blij, omdat het echt heel erg vies is. De huisbazin is echt niet blij, ouwe. Ze staat daar achter je. Zie je daar? Oh. Ze is echt niet blij. Dus we gaan even opruimen. Dat, snap ik dat ze niet zo blij is. Nou, maar dat is niks gemold, alleen het is gewoon heel vies. Ja, maar ja, dat gebeurt toch? Ik snap alsnog wel dat ze niet heel blij is. Nee, klopt. Maar daarom moet het even netjes opruimen. Ja. Oké, de vlog is af. Tijd om te gaan. Haast je, F. Iedereen heeft al een taxi gepakt. Ik moest natuurlijk weer het langst wachten, omdat mijn vlog moest eerst geëdit worden. Zo, sproeiers. Maar we hebben er zin in, jongen. Oh, oh, oh. En we lekker flaneren op die boot, jongen. Even lekker allemaal flexen, brilletje op en hoppee. Taxichauffeur, hoor dan. Je zet gewoon bewust even Nederlandse muziek op voor ons. Dat is gewoon handel, papa. Doet die gaan we voor ons. Het is niet eens de muziek die wij luisteren, maar het gebaar wordt gewaardeerd. Weet jullie eigenlijk wat voor boot het is? Is het een zeilboot, een speedboot, een sloepie of... Geen idee. Ik hoop niet dat het de zuidboot is in ieder geval. Ik hoop je niet dat het de zuidboot is? Nee. Ik hoop het wel. Nee, zitten met anderen er ook op? Hij is een zeilboot. Nee, oh, een zeilboot? Alleen met elkaar, man. Alleen met elkaar? Oh, dat vind ik chill, hè? Ja. Hoe dacht ik zei dat? Ik dacht dat hij een zuipboot. Ja, maar hij zegt dat het zeilen. Hij kan het niet zo goed uitspreken. Zeg een zeilboot? Zeilenboot. Kom je uit Joegoslavië, zeilenboot? Vroeger noemde hij ook altijd kan die oeh die jij uitspreken was dat het. Vroeger, nu wel. Ja, wacht, let op. Je hebt zeg eens. Ga maar lekker, jongens. Randy can drink. Randy can drink. Probeer eens als Amerikaan. Randy can drink. Randy can drink. Je zei Randy toch? Ja. Oh. Randy can drink. Drink, Jeff. Drink. Dwink. Nee, niet dwink. Geen B, een R. Hoe kan dat dan? Een keer aangeleerd ofzo? Ja, weet ik hoe je dat voor elkaar had gekregen. Ik ging naar de... Oh, moest je ook naar de gynaecoloog toe vroeger? Oh, zo. Hey Jeff. Je ziet mijn hart aan. Jeff, dat deed toch een gynaecoloog als je voor je spraak daarheen moet? Ja, dat had ik wel. Ja? Ja, dat was echt een jaar of vijf. Dat heet een gynaecoloog. Nee, helemaal niet toch? Nee. Gynaecoloog is een man die de vrouwen vagina's bereikt. Ja, dat is zo. Ik had het ook helemaal niet door. Ik hoor hem doen. Nee, maar ja. Gewoon met zo'n rietje. En in een soort hekje. En dan moest ik mijn tong gaan trainen ofzo. Zo, dat is nu voor de dames wel lekker, of niet? Ja, bro. Ik zit even met de man hier zo foto's te maken, even te checken, even lekker te lullen hier zo. En ik zie Jeff hier. Kijk, wat prachtig hier, joh. Oh, wat is het water ziek helder hier. Dat is ongekend. Ik wil er heel graag in springen. Dat is ons bootje daar op de hoek. Dunne, lange boot, hè. Pas bij Turner. Kijk, daar gaat hij die lange. God, die past net in die boot, hè. Wat is dit voor motor dan? Want ik heb echt nul verstand van. Geen idee. Een Yamaha 250 pk. Dat gaat erop. Nou, mannen, tevreden over de boot? Ja, prima. It's boat of the world, man. Maar wij moeten er gelijk weer af, Luc. Wij moeten pils gaan halen. Dat is niet aan boord. Komen we zo op de boot. Gaan wij wel even regelen. Ontbreekt er een koelkast met koud bier? Ja, dat kan natuurlijk niet. Jouw stem ontbreekt ook bijna. Ja, bijna. Onze kapitein vandaag is Christopher. Of hoe heet hij, Christopher? Nee, hij is Jack. Captain Jack Sparrow. Ja, volgens mij is hij van Christopher of zo. Ja. Christopie, nee, ik weet het niet. Christopie, ja. Is met Chris. Ik noem hem gewoon Chris. We noemen hem gewoon Chris. Of Jack. Captain Jack Crash Spitsmoor. Er is geen land in Europa waar de zon schijnt waar je niet deze ballen kan kopen. Sorry. Altijd deze. We hebben keuze uit Mythos,
Heineken. Ik hoef geen Heineken, man. Amstel. Deze zijn wel lekker, toch? Maar wat is dit? Het lijkt een soort Heineken. Ja. Hey man. Ik neem ook sowieso even één zo'n eentje, hoor. Zo, maar. Wat een plek. En deze twee tasjes hebben we nooit genoeg. Ik krijg dit tasje gewoon niet eens over. Ja, maar ik denk ook niet dat die tasjes het gaan houden, om heel eerlijk te zijn. Nou, nu bijna breken. Ja, helemaal niet. We zien het alweer. Maakt niet uit. Zullen we al prinsblikjes meenemen? Ja, gewoon alles meenemen. Dat gaat niet houden, man. Dit is een halve liter blik. Ja, ik ook niet. Zo koud is jij je loopt in. Dat is makkelijk inderdaad. In plaats van door elkaar stoten. Pakken we nog een tassen? Nee, wel een goede dag omzet hier voor dat kleine tentje. Ik hoop dat je in de koelkast leeg. We hebben nog een tassen hier. Gaat dan. Mark. Yes, yes, we hebben geen tasjes meer. Echt niet. Hier, 600 biertjes erbij. We hebben deze. Afrekenen. 46 pils voor 100 euro. Dat is toch geen geld, man. Man, nee. We hebben pils. We hebben 46 bier. Ga maar kijken naar de site. Niemand kan meer bier kopen. So you are a captain today, hè? Huh? Ja. We hebben alle bier uit de koelkast gehaald. Is Captain Jack Sparrow your role model? Nou, hij is bezig. Jack Sparrow today. Yes, you beat Jack Sparrow today. That means we drink alcohol. Huh? Yes, you drink alcohol, of course. We give you beer. Die zee is wild, jongen. Moet je kijken. We zitten te stuiteren in die boot, jongen. Ik heb zijn de golf in elkaar gezogen. Wow! Wow! Oh, verstoppen. Hij is. Hij is niet veel te You go back? Maybe. Maybe that where that big war started off. Minutes. Okay. I think it's not safe, okay? Okay. You understand me? We understand, okay. Of course. I know other place called there. Okay, also good. Time. It's good. Safety is... Safety is number one priority. Gast, zit daar op een rubber boat met 5 meter over golven. Ja. Dat is gekke week. One of us must be wise, okay? Must be wise, yes. Yeah. Like this. Well, we enjoyed it. We enjoyed the waves. Yeah, I know, but if they were a big horse, I'm not sure. I understand. We gingen vliegen, jongen. Echt zo, helemaal water in de boot. Dus we moeten terug. Ander plekje gaat hij opzoeken. Ja, dat is echt niet normaal. Wat een golf, jongen. Kijk dan, kijk hoe die golven hier zijn, man. Kijk dan. Deze is ook zo goed. Ja, lijp, hè? Heel ziek. Uit de wind heeft hij ons naar een mooie plekje gebracht. Waar we kunnen cliffdiven, we kunnen zwemmen. Schijn naar de gevangenis. Mat, gaan we flips doen? Heeft hij snorkels hier of niet? Doe het. Als hij niet hoog is, dan zo is al. Hey, dat zag ik. Niet likken, heel. Lekker, lekker. Lekker, lekker. I know a place where we can go. It's just around the corner. And I say, oh, it's a night we'll both remember. Waarom denk je dat de mensen die hoofdgespringen nooit met een hoofd eerst gaan? Waar zou je
Kijk, altijd liefde voor de fans, hè. Als je Don tegenkomt, of iemand anders van hier, kijk, jongens, alle mannen. Gewoon even lekker leuk begroeten, hou die van. Vind je leuk? Scuba dive, you can go 40 something meters. Hop, hallo. Yalla. Oh, it's pain. Ah! Oh. I know. Net te laag zeker eigenlijk. Now you sir, let's go. Backflip. 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 Hey. Hey. Gaat Davy een backflip proberen. Oké. Best wel goed. Voor iemand die nog nooit een backflip heeft gedaan, kom op Mer. En die kennen hem gewoon. Zo, maar wel hoe dan, hè? Schuin. Davy, deed hem rechter, alleen je draaide een beetje traag. Ja, dat hoorde ik ook. Ja, benen mee trekken, hè? Ja, man. Kleiner maken, maar voor iemand die nog nooit een backflip heeft gedaan, respect. Ook gewoon zonder te twijfelen. Ja, dat is wel eng, ja. Nou, knap dat hij het doet, hoor. Dat doen er niet veel. Kijk, dan liggen hier mooi, hè. Ik was net aan het snorkelen. Die gasten liggen nu hier zitten snorkelen bij die steen. Fantastisch, hoor. We zijn zo aan het genieten. Iedereen is gewoon lekker chill, vibey. Dikke handel, joh. Hey, ja. Hoe doe je dit? Je gaat, het is heel simpel. Gewoon naar achter kijken op het moment dat je springt. En dan je intrekken. Knieën naar je toe. Handen langs je lichaam, je gooit jezelf naar achter. Ja, zo ja. Ja, het is gewoon doen, man. Het is gewoon hoe je denkt dat het moet, zo moet het ook. Je deed gewoon letterlijk. Was die goed? Ja. Zo, dat was tante tandwijn. Ja. Hij deed het gewoon een backflip, hé. What the fuck. Ik kom echt niet op filmen, want dat gaat zo goed. Ja, Jeff, jou ga ik sowieso filmen. Laat me naar voren toe. Oh. Gewoon doen, niet nadenken. Oké. Hoppa. Ik wil niet zwemmen, man. Die deed pijn, hè? Je deed goed of niet? Nee, dat was het minste deze. Hey Dave, jij gaat het gewoon nog een keer doen. Ja, jij moet even steunen. Nee, je moet hem even steunen. Help a brother out. Met respect hoor, ik heb echt gewoon dagen over gedaan om het voor het eerst voor elkaar te krijgen. Maar het is gewoon een kwestie van niet nadenken doen, leert het snel natuurlijk. Hoe dan? Hé hey Davy, respect! Ja? Het is gewoon echt knap man, als je iets kleiner maakt dan kan je hem al gewoon. Nice. 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 Nice kak. Kun je die van mij laten zien dan? Ik zal hem even laten zien, hè. De mannen hebben er zin in hoor. Hey Don, laat eens de beelden zien, dan kan ik zien wat ik fout doe. Ik kan alleen niet op mijn voeten landen, man. Ja, kleiner maken. Jij doet ook goed, man. Gewoon kleiner maken. Is goed, Jeff. Echte mannen geef je niet op, hè. Ja, hij heeft hem. Oké, dan ga ik nog één. Je kan hem, man. Je was wel beter, hè. Ja, dat is hem. Het is gewoon een backflip. Pijn aan mijn schenen, dat wel. Ja, ik hoor het. Pats. Ja, man. En Jeff, deed pijn uit de hemelview. Je hebt wel een grote kont eigenlijk, Jeff. Ik heb oprecht een lekker kont. Hey Bobby, nu jij. Vliegtuigen en helikopter. Backflip! Nee, zegt hij. Ja, onzin. Zo, dat was hem. Dat was fantastisch, jongen. Echt even genieten met iedereen. Er is een klein probleempje. Mijn snelle plan, waar ik echt gek op ben, hè. Van de vier verschillende dingen, terug op de bodem. Hij is serieus. Ik moet gewoon erin laten vallen met overgeven, met spullen. Wie duikt er even in dan? Ja. Misschien heb ik heb wel een ideaal persoon gevonden, trouwens. Tada! Hey Don! Oh, I see what you mean. Too dark. Yeah, too dark. Heeft iemand mijn telefoon? Ik
denk dat ik terug moet naar de pier van Scheveningen, man. Hij is gewoon weg. Ja? Ja, wou hem overgeven, maar liet hem vallen. Maar er zit een heel diep gat, helemaal de grond in. Dat is precies waar hij viel. Dat je dat nergens hebt, dit stukje. Balen, man. Ja, zonder maat. Ah. Je hebt geen dubbele mee dan? Ja, ik heb er maar één. Voor mij. Net niet tussen de steentjes. Ja, dit was het. Kijk die voetjes. Kijk. Hey Don. Ja. Zie je hem wel liggen dan? Nee man, er zit daar een gat, jongen. Echt een gat, het gaat zo diep en je hebt geen licht daar. Ik ben helemaal ingezwommen. Maar het wordt er niet, man. Het is letterlijk, het is zo'n gat en die gaat gewoon recht naar beneden. Ik pas er net in, helemaal met mijn arm, maar... Always here, there is car. Push everything in the gap. Is niet anders. Eind van een tijdperk. Dit was een fun time. Ja. The glasses, okay. We will buy a new one. Oké. Okay. It was only 10 euros. Thank you for everything. Ah, really? Yes. So okay. So it's, but I liked it because there was a story behind it. Okay, I understand. But it's shit happened, so maybe don't worry. You find another. I'll find another one, just like it. Surprise! Payback time. Payback? 2 dagen geleden, hè? Ja, een week geleden. Ik pak jou terug. Van wat? Ja, van toen ik buiten lag te slapen. Bij de kolk. Zo jouw kant van het bed, hè, dit. Droog al op, joh. Ja. Zo, Jeff. Goedenavond. Welkom worden. Ja, zo, mannen. Ja, maak je klaar, want we gaan weer stappen. Straks je al gebeld. Ja, nee, maar we moeten eerst nog even opfrissen. Jeff, kijk zijn horloge. Die hoort waterdicht te zijn, kijk. Wat is dit? What the fuck? Nee, doe eens dit. Je ziet toch gewoon dat er water in zit? Ah, nee, ik dacht dat het zout was of zo. Is het ook... Maar het komt er ook niet uit. Het is gewoon alles. Nee, joh. Het is gewoon de waterhorloge. Hij is niet watervast, maar hij houdt watervast. Ah! Ah! What the fuck, gast? Ik was zo veel bezig met mijn eigen shit. Ik had het niet verwacht. Nee, dat was te merken. Bako trein! Hey boys, dezelfde trein, ander station. We gaan weer door hoor. Bako trein! Is die bijna net zo lang, kan je nagaan. 2:26. Hey! Bobby. Wat vind je van deze vakantie? Ik vind het een topvakantie, man. Zit er alweer bijna op. Maar je gaat ook gelijk op de Pennings? Oh. Haal het niet eens in. Ik ben nog niet eens bijna klaar. Ik vind het een topvakantie. Ik heb het nou al zin. We hebben vandaag lekker op de boot gechilled. Een beetje geflaneerd. Ja, zeker. Maar ik ga nou met Roel, jij, Don die kant op om even te chappen. Ja, die gasten zijn er al. Waar gaan we heen? Naar die Papa Tuna's. Papa Chulo. Papa Chulo. Hij is met de lolly bezig. Hij vindt de lolitering lekker. Ja. Kijk, soms heb je zo'n vieze smaak in je mond en dan denk je van, weet je... Nee, ik film jou wel, sorry. Nee, we doen film samen. We doen samen. Soms heb je zo'n vieze smaak in je mond en dan denk je van, ja...
Ga gewoon Wally eten. Nee. Heb je dan nooit dat je dan denkt, joh, zou ik wel zo'n keertje als Bobby gewoon een avondluchtje meemaken? Ja, ik heb het nu. Ja? Alles nog een keer weet. Ze weten hoeveel van die 10 vrouwen hoeveel er nog gezoend hebben, weet je wel. Mission completed. In drinking completed. Now we go to the club. De taxichauffeur heeft gewoon letterlijk YouTube. Hey! I'm YouTube poep poep in de auto. Oh, doe een flip, doe een flip. Flip, doe een flip, doe een flip. Ah, my fucking foot is broken. Als een heel soepel man. Nee, die ging niet goed. Ah, die ging niet goed, man. Wauw, je ziet een prachtige foto van Rob, Bob en Nick die een zoen geven. Wow, Mattie die had even last van zijn voet. Maar het is goed gekomen. Natuurlijk nog een beetje beurs, maar helemaal goed. Mattie, ik en natuurlijk de rest hebben volle bak lopen Jensen. Morgen komt er echt een bizarre vlog aan. Dus wees er morgen om 5 uur bij met de vriendengroep. Is erbij. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan is tot de volgende video. Later toppers. Cut. Hij is gek!